DLV-advies ontwikkelt samen met Memom en varkenshouder Bert Rijnen de groenfosfaatkorrel op de fabriek in Emst. Groenfosfaat is een verzamelnaam voor meststoffen in de grondgebonden landbouw waarbij fossiel fosfaat volledig vervangen is door organisch fosfaat uit dierlijke mest. Omdat melkveebedrijven sinds de derogatie geen fosfaatkunstmest meer mogen gebruiken, ziet DLV-advies dit als alternatief. De ambitie van groenfosfaat is om nu een natuurlijke mestkorrel te maken die eigenlijk als vervanger dient van de fosfaatkunstmest. Dus we proberen deze eigenlijk na te bootsen in natuurlijke vorm. Dat betekent dat we met natuurlijke fosfaatmeststof, we beginnen aan met varkensmeststof en die wordt eerst vergist en vervolgens hier gepelleteerd bij Memom. En wat die gaat opleveren is eigenlijk dat we qua samenstelling zo dicht mogelijk bij de oude fosfaat kunstmest proberen te komen. Dus dat betekent dat we nu bij verschillende gewassen, starten bij mais, een rijke aanvulling met fosfaat kunnen doen. Deze korrel die zal, zoals het er nu uitziet, zal die als een pellet gemaakt gaan worden. Dat gaat binnenkort in de bemestingsproeven en ook de toedieningsproeven. En dan zullen we kijken of deze korrel voldoet. En zo nodig zullen we nog de vorm wat aanpassen en ook de samenstelling. De aanleiding voor het ontwikkelen van deze korrel is tweeledig. Enerzijds dus omdat sinds de derogatie is het voor melkveebedrijven niet meer mogelijk om fosfaat kunstmest te gebruiken bij de mais. Dit betekent dus dat er een grote behoefte was in Noord-Nederland, vooral bij de maïsteelt, waar fosfaat lastig vrij kwam in de grond. En anderzijds merken we steeds meer de discrepantie tussen veel melkveebedrijven die vrij intensief zijn, moeten een heleboel drijfmest afvoeren en mogen wel kunstmest aanvoeren. En daar zit natuurlijk een hele grote frictie die eigenlijk niet gezond meer is. En de grootste ambitie van deze fosfaat, groenfosfaat, is vervolgens om te kijken van kunnen we niet alleen een natuurlijke fosfaat, maar ook juist de stikstof, wanneer die in de kunstmestruimte mag komen, dan heeft deze korrel hele grote potentie. Wij krijgen hier een stuk of 30 verschillende grondstoffen binnen in deze fabriek. En deze grondstoffen worden volgens de receptuur afgewogen, gemalen, gemengd en eventueel van vloeistoffen nog wat voorzien. En vervolgens geperst tot een korrel die dan eventueel ook nog weer gebroken kan worden tot een kruimel. En dat is in grote lijnen het proces zoals we dat hier in deze fabriek hebben. We zijn bij de ontwikkeling van groenfosfaat gestart met een haalbaarheidsonderzoek. Hier hebben wij eerst gekeken van goh, kunnen we überhaupt deze korrel ontwikkelen en wat is de potentie ervan en is er de juiste markt voor. Wij hebben ondervonden dat de gebruikerswensen heel erg logisch zijn. Constante samenstelling, voortdurende beschikbaarheid. En het moet eenvoudig toe te passen zijn in de huidige landbouwmachines. Uit de haalbaarheidsstudie bleek dat dat kon. Dus we zijn nu in de onderzoeksfase dat we in april een proefveld gaan aanleggen met mais. Dus daar gaan we de korrel ook daadwerkelijk testen. We gaan hem evalueren, zo nodig wordt hij aangepast waar nodig. En dan is natuurlijk de ambitie om te kijken kunnen we hem uitrollen naar andere gewassen. Wij denken absoluut dat er een markt is voor dit product. Alleen we zullen met proeven moeten laten zien dat de werking van dit product voldoet aan de eisen van de afnemers. Net als bij al onze andere producten. Een belangrijk aspect tijdens de ontwikkeling van deze groenfosfaatkorrel is uiteindelijk van nou, wat gaat die de ondernemer nu kosten als die wordt aangeschaft. De ambitie is zeker om een marktconforme prijs, om die mogelijk te maken. En deze, we hebben hem in eerste instantie uitgerekend met een vergelijkbare prijs met de oude maïsmap. We hopen dat dit een mooi begin mag zijn voor toepassing van organische, specialistische meststoffen in de Nederlandse landbouw. Want dat is eigenlijk toch wel een nieuwe markt voor ons.